Deze wet gaat niet alleen over de liefde tussen ouders en kind, maar gaat ook over gelijkwaardigheid tussen partners en over keuzevrijheid. Voorzitter, het mag geen verrassing zijn dat D66 voorstander is van deze wet. In 2006 al probeerde Loes Wies van der Laan om dit via een amendement te regelen. Dat lukte toen niet. En sinds 2009 ligt er het advies van de werkgroep Liberalisering Naamrecht. En dat resulteerde 10 jaar later in een aangenomen motie van de leden Groothuizen en, voorzitter, u wel bekend, het lid Bergkamp. Waarin werd gevraagd dit wetsvoorstel voor te bereiden. Ouders hebben er dus lang op moeten wachten en dat brengt mij bij mijn eerste punt. De overgangsregeling met terugwerkende kracht. D66 is blij dat deze minister wilde doen wat zijn voorganger naliet. Na lang aandringen vanuit de maatschappij en vele partijen in deze Kamer is er een terugwerkende kracht opgenomen in het voorstel. Het bezwaar van de uitvoeringskosten dat in eerste instantie werd opgevoerd, zonder goede onderbouwing als u het mij vraagt, bleek eenvoudig oplosbaar door van ouders een beperkte eigen bijdrage te vragen. De minister koos voor een terugwerkende kracht tot een symbolisch mooie datum, de dag dat de motie Groothuizen en Bergkamp werd aangenomen. Een mooie erkenning voor mijn partijgenoten. Maar toch zou ik deze grens nog verder willen leggen om meer kinderen de kans te geven de achternamen van hun beide ouders te dragen. Ik redeneer daarbij niet vanuit politieke mijlpalen, maar vanuit wat past bij hoe er familierechtelijk wordt aangekeken tegen de ontwikkelingsfase van een kind. Familierechters besluiten in toenemende mate om kinderen vanaf hun 8e jaar uit te nodigen voor een kindgesprek in zaken die hen aangaan. En dat lijkt me dan ook een passende grens waarvoor ouders met en voor hun kind moeten kunnen beslissen over een geslachtsnaamwijziging. En daarom stel ik per amendement voor de terugwerkende kracht te laten gelden voor alle kinderen die op of na 1 januari 2016 geboren zijn. Dat is dan 8 jaar voor de verwachte inwerkingstreding van deze wet. En ik heb ook begrepen dat mijn collega van de VVD een vergelijkbare aanpassing gaat voorstellen. Dus ik stel voor dat we na het debat even kijken of we dat zouden kunnen samenvoegen. Voorzitter, ik overweeg nog een tweede amendement op de vangnetregeling. Voordat u verder gaat, interruptie van de heer Van Nispen, SP. Dank, voorzitter. Het amendement van de heer Ellian was inderdaad vergelijkbaar, maar kwam zelfs wat eerder binnen. Dus die zijn, daar kun je niet allebei over stemmen, dus ik hoop dat u er samen uitkomt. Maar ik heb een inhoudelijke vraag, voorzitter, aan mevrouw Van Ginneken over die verruiming eigenlijk van de overgangsregeling. Want mijn fractie staat ook sympathiek tegenover het wetsvoorstel. We zullen zien dat daar wisselend over zal worden gedacht, neem ik aan deze ochtend. Maar ik vind wel, als je dan deze wet mogelijk maakt en je maakt de dubbele geslachtsnaam mogelijk, dan zie ik nog niet zo goed de rechtvaardiging om dat dan te begrenzen tot kinderen tot 8 jaar. Er zijn natuurlijk ook mensen met kinderen die net wat ouder zijn, die heel graag de beide namen door zouden willen geven aan die kinderen. En er zullen zeker ook kinderen zijn van 10 of van 12 die dat zelf ook heel graag zouden willen. Die bijvoorbeeld in de praktijk al zo worden genoemd. Ik begrijp dan toch niet goed dat het feit dat rechters kinderen vanaf 8 jaar en ouder uitnodigen voor een kindgesprek, dat een doorslaggevend argument is om die overgangsregeling daartoe te maximeren eigenlijk. Kan mevrouw Van Ginneken dat toch nader toelichten? Mevrouw Van Ginneken. Ja, ik ben blij met deze vraag van de heer Van Nispen, want dat is ook precies de zoektocht geweest die ik heb afgelegd. Mijn eerste impuls was van, ja, waarom niet met terugwerkende kracht voor iedereen? Maar er zitten natuurlijk praktische bezwaren aan in die zin dat hoe ouder iemand is, hoe meer zo'n achternaam ook al betekenis heeft in het sociale en juridische verkeer. Dus je moet dat ergens gaan begrenzen waar het nog praktisch is. Ik heb ook in die overweging meegenomen dat hoe ouder een kind is, hoe meer zo'n naam van betekenis is voor identiteit van het kind. Dat is natuurlijk een beetje een arbitraire grens. Dus ik heb ook gezocht naar, wat is nou een datum die recht doet aan de wens van veel ouders en kinderen om die dubbele geslachtsnaam te dragen. Niet over de grens gaat als het gaat om de dingen die ik net noemde. Hè? Dus de sociale en juridische functie van de achternaam die al gevestigd is. En de relatie die het kind kan hebben met de achternaam in termen van identiteit. Dus het is een grijs gebied, zou je kunnen zeggen, van waar ga je dan precies zitten? Dus ik heb gezocht naar een grens die in het familierecht, ja, door rechters ook gehanteerd wordt. Rechters gaan kindgesprekken voeren doorgaans vanaf
8 jaar, omdat rechters dan, is even mijn aanname, menen dat daarvoor kinderen nog veel minder goed kunnen inschatten wat de impact van bepaalde beslissingen is. En veel minder goed daar zelf een reflectie op kunnen doen. En het leek mij goed om aan te sluiten bij wat de afweging en de taxatie die familierechters maken. Dus vandaar 8 jaar. Heer Van Ispe. Ik begrijp de zoektocht. Maar volgens mij is het zo dat met deze mogelijkheid er een naam bij komt. En niet er een naam wordt afgepakt. Dus in die zin lijken mij de gevolgen voor de identiteit van een kind, zeker als dat kind dat zelf graag wil, relatief beperkt. Dus nogmaals de vraag, waar zijn nou precies de praktische of juridische grote gevolgen als je dat overgangsrecht verder zou verruimen? Want ik zie ze nog niet helemaal. Mevrouw Van Ginneken. Nou, ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat als je... laat ik beginnen met zeggen dat ik ook zie dat wanneer je een naam toevoegt aan een reeds bestaande achternaam, dat dat goed uit te leggen is aan een kind. He, dus dat het niet het wegnemen van een bestaande identiteit is, maar je breidt hem uit. Dus daar zitten de heer Van Nisp en ik op één lijn. Kijk, ik sluit aan bij die grens van 8 jaar, omdat ik ook wil voorkomen dat mochten er situaties van oneenigheid bestaan en een familierechter wordt gevraagd iets te vinden van een al dan niet met een terugwerkende krachtregeling toegekende dubbele geslachtsnaam, dan vind ik het juist extra schrijnend dat dat kind dan door de rechter bevraagd wordt en in een loyaliteitsfrictie terecht kan komen. En ik vind om die reden die grens van 8 jaar een mooi midden tussen deze mogelijkheid voor iedereen openen en de mogelijkheid maar heel beperkt openen zoals de minister in zijn voorstel gedaan heeft. Heer Van Ispe. Voorzitter, tot slot. Dat argument begrijp ik. Want ik denk inderdaad dat die situatie van onenigheid, dat moeten we niet hebben. Ik ga daar zelf zo ook zeker een vraag over stellen. Dat is relevant. Maar voor die situatie dat die onenigheid er niet is en beide mensen het dolgraag willen en het kind van 9 of 10 of 11 het ook dolgraag wil, dat is niet de situatie waar mevrouw Van Ginneken het nu over heeft. Dus de situatie van onenigheid begrijp ik, maar volgens mij zou dat in een slimme overgangsregeling te regelen moeten zijn om dat te voorkomen. Ja, voorzitter, ik heb mijn afwegingen gedeeld. Er is veel herkenning over en weer. Dus ik nodig de heer Van Nispe uit om met een alternatief voorstel te komen voor een overgangsregeling die aansluit bij zijn wensen. En dan ga ik daar natuurlijk serieus naar kijken. Dank u wel. U vervolgt uw betoog. Ik overweeg nog een tweede amendement op de vangnetregeling. Op dit moment is het namelijk zo dat wanneer ouders geen expliciete naamskeuze maken, het kind de achternaam krijgt van de niet geboortegevende ouder. Laten we voor het gemak even de vader zeggen. Als het kind binnen het huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt geboren. En daarbuiten krijgt het kind de achternaam van de moeder. En dat lijkt een balans, maar dat is het in feite niet. Want als ze er samen niet uitkomen, dan delft hoe dan ook één ouder het onderspit. En dat is linksom of rechtsom seksendiscriminatie. En in België en recent nog ook in Italië hebben grondwettelijke hoven ook zo'n seksenneutrale vangnetbepaling verordoneerd.